Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag speelt terug Counter-Strike Global Offensive Operation Hydra. Ja, ik ben een beetje ziek, hoort je misschien aan mijn stem, maar dat maakt niet uit. Dus ja, dit zijn eigenlijk de War Games en we hebben alleen nog maar Flying Scouts mee. Ik heb eigenlijk ik had alles al kunnen doen, maar we hebben dus alleen nog maar Flying Scouts mee gedaan. Ja, op zich zijn die vier anderen niet zo speciaal. Dus ik dacht, het tweede speciaalste en leukste voor mij, voor dat als laatste War Game video misschien wel ooit te doen. Step Step Zap is mijn tweede lievelings game mode, of hoe dat ook heet. Dit, ja, ik weet het. Ik leg het wel eens een andere keer uit. Ik wou eerst deze pet aandoen, maar het zag er nog debieler uit, dus we doen het maar met dit. Ah, we zitten dus in de game. Ik zal wel in het verliezende team gaan. Ik ben toch gewoon om te verliezen in het leven. En zoals je hier ziet eigenlijk, het enige waarmee je kunt spelen is een Zeus. Dus dat ding. En een knife. En die Zeus, dat is eigenlijk zo een taser. En die laat om de 30 seconden, dus het is vrij tof, maar ook niet zo om uren achter elkaar te spelen, dat is ook een beetje overdreven. Je kunt wel grenades kopen en zo, en dat is wel vrij handig. Met deze wargame komen er geen speciale Hydra maps, denk ik. Oh, godverdomme, ik stond wel in het vuur. Voilà, we gooien deze granaat in. Dus die gaan waarschijnlijk in onze rug komen. Godverdomme, ja, ik was niet aan het opletten, hè, vriend. Maar heeft hij nu een Stadtrek Doppler? Mijn beste skin is een Stadtrek USPS Torque Blauw, omdat Noah mijn Asimov nog moet teruggeven. Omdat hij het een geweldig idee vond om die te gebruiken voor betting, dus om te gokken eigenlijk. Dus hij moet mijn Asimov nog teruggeven, dus dan zal dat mijn duurste skin zijn. Maar dat is maar 3 euro of zo, dat is echt niks tegenover die knife. Zo'n knife is minstens 50 euro of zo. Oh ja. Godverdomme. Oh, ja, double kill. Oh, volgens mij ben ik geen helft verloren, dikzak. Oh, jammer. Godverdomme. Oh, en mijn tanden doen zeer, man. Godverdomme. Voor alle mensen die niet van Antwerpen zijn, dat betekent eigenlijk mijn tanden. Mijn orthodont zei dat ik in het eindproces ben of zo van mijn tanden shit ding. Het zou wel leuk zijn, want ik draag mijn tandenbeugel ding al veel te lang. En zijn trouwens weer al verloren ofzo. Maar ja, het is ook like 5 tegen 8 ofzo, what the fuck. Nee, 5 tegen 7. Tellen kan ik net niet, maar oké. Okay. Ik sta bottom fragger, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Wow, zou ik er zo in kunnen springen? Wacht, ja. Hoe komt hij nu al achter ons? Godver, maar ja, haast. We zijn mooi 5-0 aan het verliezen. Yeah, let's go. Nee, wacht, dat is wel weer, hè. Het is van dat dak in dat kleine raampje springen. Dat zou vrij cool zijn. Ah, nu is 6 tegen 6. Nu is het eerlijk, bitches. Wow, dat ging en ik wist dat helemaal niet. What the fuck? Godverdomme, hoe kan ik nou weer gemist hebben? Mijn tanden doen zoveel zeer en dan kan ik ook niet van mijn tanden afblijven waardoor het nog meer zeer doet. Heel slim. Dit mogen ze toch wel winnen, hoor. Ja, hallo, die ziet u wel, hè, dikzak. En ineens is weer terug 5 tegen 7, what the fuck. Maar alle Piet Jans, maar niet met deze Piet Jans. Jesus fucking Christ. Allee, maar wie is hier al godverdomme heel die kutflesje, hoor. Ja, en dan spreek ik er weer naast, hè, dat is typisch. Oh, die had geluk, die dikzak. Uh-oh. Hallo. Doei, ik hoor dat mijn taser is reloaded. Nee, fuck. Uh-oh, ik ben de eerste die nog in leven is. Fuck. Oké, kom aan, taser, doe het. Doei! Ah, godverdomme, ik had nooit moeten springen. Jezus. Oké, maar dit was wel de video van Step Step Zap. Het is een korte video, maar ja, ik ben een beetje ziek en zo, dus... Wees blij dat ik een fucking video heb. Ook al boeit mijn kanaal niemand. En als je het leuk vond, was het een blauw rampje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer weer meer. CSGO Operation Hydra. En ik zeg ciao.